Een hele goede dag. Welkom vanuit Sarajevo, Bosnië en Herzegovina. Het is de dag van de wedstrijd, van het tweede duel van het tweeluik met Tuzla City. Vanavond om 21:15 hier in het stadion in Sarajevo. En dat doen we voorafgaand natuurlijk even voorbeschouwen. Kijken wat de lokale kranten zeggen en schrijven over die wedstrijd. Dat doen we vandaag ook nog eens met een lekker bakje koffie. En Borek, een specialiteit van hier, Sarajevo. Dus dat gaan we zo zeker proeven. Maar eerst die kranten, want wat schrijven ze eigenlijk? Nou, het volgende, en dat is eigenlijk wel hetgeen wat in alle kranten hier terugkomt, is dat ze best wel tevreden zijn, Tuzla City, met het resultaat van vorige week donderdag. Vorige week in het Avalstadion werd het 1-0 voor AZ door een doelpunt van Dani de Wit. Die werd gescoord vanuit een penalty. En die penalty die kregen we door een actie van Jens Otkaart, onze nieuwe speler. Maar daar zijn die Bosniërs best wel blij mee. Die zeggen, nou ja, de tactiek heeft gewerkt. We moesten daar met zo min mogelijk verliezen. Dat is gelukt en nu gaan we het vanavond afmaken. Of afmaken, er is hoop dat ze het vanavond kunnen doen. Ze zijn verder allemaal fit, ze hebben geen geblesseerden. Dus hier in Sarajevo en ook verderop in Tuzla, waar Tuzla City vandaan komt, heerst vertrouwen en hoop dat ze die derde voorronde van de kwalificatie voor de Conference League wel eens kunnen halen. Ze stroomden in de eerste voorronde, toen speelden ze tegen Trepen uit San Marino. En dat versloegen ze over twee wedstrijden gezien met 8-0. Er is dus vertrouwen, er is hoop, maar we gaan vanavond zien of ze dat ook daadwerkelijk om kunnen zetten in een goed resultaat. En wij hopen natuurlijk van niet. Vanavond 21:15, FK Tuzla City tegen AZ, te zien bij RTL 7.